Marcel. Even schrikken, waarschijnlijk heel het huis vol, tenminste als het goed is. Maar er was geen reden om dit niet te doen. Want 20 maart afgelopen jaar werd het rond de klok van 10 uur in de ochtend even erg stil. Vanaf dat moment wisten wij beiden dat MS voortaan bij ons leven zou gaan horen. Heftig, heel heftig, gevoelens van angst, onzekerheid, verdriet, machteloosheid. Eigenlijk kwam alles gewoon voorbij. Maar wat ik vooral ook op dit moment besefte, Marcel, wat echt gelijk stond aan die diagnose, was het afscheid nemen daarmee van jouw allergrootste passie. Het wielrennen en het hardlopen. En eerlijk is eerlijk, schat. Ik heb heel vaak gedacht, hoe gaat Marcel dit doen? Hoe gaat hij hiermee dealen? En ook daarin, Mas, wist jij me weer te verbazen. Jouw positiviteit, jouw enorme doorzettingsvermogen. Het vermogen om jezelf te richten op de dingen die je wel kon, in plaats van wat er niet meer was. Maakte dat ik ergens ook weer vertrouwen voelde. Vertrouwen dat wat er ook gebeurt, of hoe onze toekomst er ook uit zou zien, uiteindelijk jij het leven toch kan nemen zoals het komt. Wat niet betekent dat het zonder verdriet of moeilijke momenten zal gaan. Maar dat was wel heel bijzonder, Marcel. Ik weet ook dat een poosje geleden jij tegen mij zei van goh Yvonne, ik zou nog heel graag een keertje naar de Mont Ventoux gaan. Hè, die jij 3 jaar geleden hebt beklommen. De berg die een speciale plek in jouw hart heeft. En toen je dat zei, hè, hadden we het er zo over van, ja, wat ga je daar doen? Ja, hè, misschien gewoon aanwezig zijn, gewoon daar zijn. Misschien ook een stuk afscheid nemen van het fietsen. En misschien zelfs om een helm naar beneden te gooien, het maakt niet uit, maar er zat een wens in ieder geval onder wat jij mij vertelde. Op dat moment werd er eigenlijk een plan geboren. Een plan dat in mijn hoofd ergens ontstond. Om eens te kijken, zou het mogelijk zijn dat wij met ons gezin naar de Mont Ventoux zouden gaan. Nou, deze kanjers. Kom eens, kanjes. Hop, hop, hop. Kom eens even erbij. Deze kanjes hier, die vonden dat een hartstikke fantastisch plan. Dus het plan om samen met het gezin naar de Mont Ventoux te gaan, was of werd geboren. En dat was heel bijzonder. Maar wat vooral heel bijzonder was, Marcel, was het feit dat het uiteindelijk zou blijken dat er nog heel veel meer fantastische kanjers met ons mee wilden. Laten we eens gaan kijken en bij het begin beginnen. Dreams.
Papa, gelukkig ben ik nog iets te jong om de Mont Ventoux te gaan beklimmen, maar ik ga wel mee supporteren. Ik vind het jammer dat ik niet mee kan beklimmen, maar in ieder geval veel succes, toi toi toi. Ja, maar ik moet wel de top op, want tegen die tijd ben ik eigenlijk al 12. Dus ik toch echt de top op moeten. Nou pap, ik doe dit speciaal voor jou, ik ga wandelen in de top op. En pap, ik hou van jou. Nou, voor dat geval... Sterk spelen! Visje mijn vriend, vangen! Wow! Nou word je door van opa. Plan, ja. Marcel, ben blij dat we iets voor jou kunnen doen. Maar of dat wij meegaan, dat weet ik nog niet, want wij zijn tenslotte nou weer een jaartje ouder, dus... Maar wij willen nou helpen, zover als ik kan. En als we kunnen. Hoi Marcel, wij willen jou ook helpen. Ik blijf tenslotte je moeder, zolang als ik er ben, dan ben je mijn kind. En ik vind het gruwelijk rot wat je er allemaal hebt, maar we willen je helpen, zoveel als we kunnen. Misschien kunnen we wel niet mee fietsen, maar we zijn er voor jou. Zolang als je ons nodig hebt en zolang als we kunnen. Het allerbeste. Marcel, Yvonne die kwam met een mooi initiatief. Het opgaan van de Mont Ventoux. En uiteraard met de constatering van MS daarbij en het goede doel. Daaromheen wil ik graag meedoen. Ook voor jou om de top te bereiken daarin. En, daarbij een steentje bij te dragen en een steuntje in de rug te kunnen zijn, hopelijk ook. En ik zie je wel aan de top. Hoi Marcel. Hoewel de aanleiding heel droevig is om te gaan fietsen, de Mont Ventoux, ben ik heel blij dat ik mee kan doen. Ik ben blij omdat ik geld op moet halen voor een heel goed doel. Maar ik ben vooral blij dat ik samen met anderen een manier heb om te zeggen... dat je er niet alleen voor staat. Ik hoop dat we veel plezier hebben daar. Hoi lieve Marcel. Hey, die moet je wel afzetten. Ook ik ga naar boven. Ja, weer de auto waarschijnlijk. Maar ik ga ook mee. En ik ga voor de aanmoediging. En ik ga je voor de koffie zorgen. En jullie allemaal ondersteunen. Jij moet ook iemand doen. Ieder zijn kwaliteiten. En Marcel, ik weet dat voor jou de Mont Ventoux ook wel echt een betekenis heeft. Dus ik vind het heel erg leuk om dit mee te gaan doen. En ik hoop dat jij een bijzondere dagen hebt en dat jij dit als heel mooi mag gaan ervaren. En misschien een stukje afsluiting van... wat jij met jouw fietsen en de Mont Ventoux had. Doei! Hey Marcel, natuurlijk gaan wij ook helpen om dit goede doel te bereiken wat jij 3 jaar geleden gedaan hebt. En we vinden het een super goed initiatief van Yvonne dat ze dit op poten gaat zetten. En we zullen helpen waar kan en waar nodig is. En degene die van ons tweeën mee gaat doen is... Hoi Marcel, daar ben ik. Als koude kant zijn, al bijna 22 jaar bij jullie over de vloer komen.
En dacht ik van, ik draag ook een steentje bij en ik ga de uitdaging aan om hetzelfde te doen als jou, alleen dan te hard lopen. En ik hoop dat het goed komt, met z'n allen. Ja, we gaan er samen voor. Ja. Doei! Doei! Hoi Marcel. Ik hoorde van Yvonne ook van een prachtig initiatief. Yvonne daar ook wel de kar in getrokken en geweldig. Ik fiets heel graag mee. Ik weet, de Mont Ventoux heeft bij jou ook een speciale plek in jouw hart. Nou, ik heb hem op een keer geklommen. Toen heb ik het alleen gedaan. En nou, ik ga met heel veel enthousiasme dit ook doen. En ik neem jou toch mee in mijn hart naar boven. En ik weet zeker dat ik boven kom, Marcel. En we zullen jou daar ook boven zien. En ja, ik vind het zo vreselijk dat... Ja, je het zelf niet meer mee kan doen. Maar samen komen we een heel eind. En ik vind het een geweldig initiatief. En we gaan ervoor. Hoi. Marcel, ook wij willen heel graag samen met jou en alle andere enthousiastelingen naar de Mont Ventoux in Frankrijk. In ieder geval zal ik de berg minimaal 3 keer opklimmen. Kijk maar eens wat te stil. En doorzettingsvermogen zal het in ieder geval niet liggen. Wij bewonderen je dosis positiviteit. Knap hoe jij je doelen telkens bijstelt en doorgaat. Ook wij gaan door. Het liefst van aan de top. Groetjes van ons. Toen de mail van Yvonne voorbij kwam, kon ik niet lang nadenken. In mijn beleving zijn er 3 redenen om deel te nemen aan Klimmen tegen NS. Allereerst Marcel, welke steun zijn in de rug van jouw strijd tegen NS. Ten tweede, hopelijk steun ik een goed doel en hopelijk kan een goede doel nog iets voor jou betekenen. En ten derde is het een reden om weer meer te gaan fietsen en minder op de schone duur te rijden. En de Mont Ventoux blijft een uitdaging. Lieve Marcel, jij hebt de Mont Ventoux 3 keer gefietst. Daar zijn wij met z'n tweeën super trots op. Wij willen dat ook gaan doen. Ik denk niet 3 keer, maar we gaan ervoor. Samen met z'n allen willen we er een super tijd van maken. Lieve Marcel, toen ons gevraagd werd of wij de Mont Ventoux wilden beklimmen, hebben we amper getwijfeld. Onze wil en motivatie is er zeker. Wij willen laten zien dat we jou super erg steunen en dat we jou lief hebben als een leuke, gezellige en grappige oom. Wij zijn erg blij dat we ons steentje kunnen bijdragen aan het onderzoek voor MS. Doei. Doei. Hallo Marcel. Toen Yvonne met het initiatief kwam, heb ik eigenlijk geen moment getwijfeld om hier aan mee te doen. Als iets er wel niet tekende, dan was het eigenlijk sportiviteit. En ja, dat is nou van je weggenomen. Ja, dit kunnen wij natuurlijk niet teruggeven helaas. Maar wel kunnen we jou een steunende rug bieden. En ik hoop dat we ook ja, met deze actie jou een goede steunende rug bieden. Om, zodat jij je door deze ziekte heen kan slaan. Hey lieve Marcel, grote sterke broer. Het was voorjaar en in één keer kwam het trieste bericht dat jij MS had. Uitgerekend jij die altijd sportte, fietste, zelfs 3 maal de Mont Ventoux beklom. Nou kwam jouw lieve vrouwtje met het idee om dat ook gaan te doen tegen MS. Daar hoefde ik geen seconde over na te denken. Dat was gewoon ja, het zal wel vrekkers trainen worden voor mij, maar gewoon een geld erop. En dan hoop ik wel een iets ander fietsje te hebben als de oude beestje, maar... Anders heb ik Joyce niet altijd. Met mijn doosje sluisje, dan kom ik er wel achteraan. Dus we gaan even gaan erop. Hey Marcel, dit stond al langer op mijn verlanglijstje. De Mont Ventoux. Maar nou helemaal. En zeker als jij meegaat. We gaan voor 3 keer. En maken daardoor wel. Super. Dag lieve Marcel. Zoals je weet heb ik van de zomer in de vakantie met Tijl de Mont Ventoux beklommen. Ja, dat was iets geweldige ervaring natuurlijk. En ja, helaas door jouw ziekte ja, zit er daar voor jou helemaal niet in, wat natuurlijk verschrikkelijk is. Maar ja, we gaan de Mont Ventoux nog een keer beklimmen en dan doen we het voor
voor de MS, voor onderzoek en dus vooral voor jou ga ik hem nog een keer beklimmen. Lieve Marcel, nou, als ik aan jou denk, denk aan een leuke vent, maar ook vooral een hele sportieve vent. En nou ja, ook aan jouw beklimming op de Alpe d'Huez. En nou ja, voor jou wil ik graag ook de Mont Ventoux proberen te finishen. Dus daar ga ik mijn best voor doen, voor jou. Dag Marcel. Ja, we hebben ook gehoord zoals heel veel van het mooie initiatief om de Mont Ventoux aan te fietsen. En ja, dat was eigenlijk al heel vlug klaar om dat te gaan doen. Mede om, ja, dat jij de grootste sportman bent van heel de vriendenclub. Kunnen wij er eigenlijk gewoon niet onderuit. En willen wij ons beste beentje of wieltje voortzetten om ja, de top minimaal één keer te bereiken. Wie weet twee keer, maar we zullen het zien. Laat maar weer één keer beginnen, hè? Denk ik zo. Hè? Nou ja, Marcel, ik ga het echt niet proberen. Dat zul je ook wel snappen. Maar ik ga gewoon lekker mee en ik ondersteun jullie allemaal. En dan maken we ook nog een leuke en gezellige tijd van. Doei doei! Doei! Beste Marcel, toen tante Yvonne me benaderde om mee te helpen aan het initiatief Klimmen tegen MS, heb ik geen moment getwijfeld. De sportiviteit die jou kenmerkte, is je helaas ontnomen. De uitdaging die ons te wachten staat om de Van toe te beklimmen, valt daarom ook in het niets in vergelijking met de uitdaging die jou te wachten staat. Op deze manier hoop ik een steuntje in de rug te kunnen bieden en een positieve bijdrage te leveren, zoals jij dit ook voor een ander ongetwijfeld zou hebben gedaan. Hoi Marcel, ik ga Jas opzoeken. Ligt op dit moment in de lappenmand of hij mee gaat fietsen. En de Mont Ventoux. Maar als het maar niet zo stijl is, dan zie je het, want dan wordt het wel heel moeilijk. Jongen, 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 jongen. Oké. Hoi Jos. Fiets hier? Ja. Ik wou even vragen of dat je volgend jaar mee gaat met de Mont Ventoux op. Oh, dat is op zich geen verkeerd idee, nee, maar ik wil wel alleen als die ook mee gaat. Dat is goed Jos, daar gaan we mee. Hey Marcel. Ja, van de week belde Peerman op van inmiddels een keer gaan te sporten. En ja, dan zat ik eigenlijk op de laatste telefoontje, want ja, een en al sport, hè, dat weet je. Transport en met de motor sporten en autosport. Dus ja, ik ben erbij natuurlijk van de partij. En ja, natuurlijk, ziekte, dat is allemaal vervelend, dit is nou niet anders. En als wij er een steentje aan bij kunnen dragen, dan ik zou niet even spijt hebben als ik dat niet zou doen. En ja, dat is eigenlijk vanzelfsprekend. En we gaan hem een keer ja, ons weekend te regelen, zeg maar. Hè. We gaan hem allemaal mee. Hebben we een jaar over moeten doen, maar dat komt allemaal goed. En ik ben in ieder geval uw instantie voor de ondersteunende bij. Maar wie weet, tegen die tijd moet toch eens een keer iets gaan doen. En pak heb ik toch, dus weggooien is ook zin. Zeg Marcel, de groeten. Ik ben een collega van Yvonne. En Yvonne die kwam met mij met het verhaal dat zij graag een Mont Ventoux willen oprennen. En ze heeft mij geïnspireerd om mee te doen en me aan te sluiten bij Team Marcel. Marcel, ik ken jou niet. Maar goed, ik wil wel heel graag meedoen voor een goed doel. Ik zet graag mijn spieren in om dit samen met Yvonne en een hoop anderen neer te zetten. Hey Marcel, supermooi initiatief van Yvonne. Ja, tuurlijk willen we daar meedoen. Alleen ja, het fietsen gaat hem voor mij helaas niet worden. Dus ik ga zeker mee voor de mentale begeleiding. En wij gaan mee om iedereen aan te moedigen en de berg op te gillen. Om het feest compleet te maken. En ik doe ook mijn best om alles te kunnen regelen. Ik kan zeker mee, Marcel. Doei doei. Marcel. In 2010 heb ik volgens mij ook de Mont Ventoux beklommen. Dat zit ik er niet wijd langs. Toen heb ik Goenie gesponsord. Daar heb ik echt altijd spijt van gehad. Daar zal ik ook altijd spijt van hebben. En niet zozeer het geld, maar gewoon dat ik toen niet aan jou heb gevraagd hoe het was om boven te komen of net wat dan ook.
Dat hebben we altijd zeer gedaan. En ook heeft Yvonne met het idee om met z'n allen door die berg gewoon te beklimmen, om jou een hart onder de riem te steken en geld op te halen op het goede doel. Dat goede doel, dat vind ik ook prima. Dus ik ga er mijn steentje ook over bijdragen. Die moet even zwaarten. Maar ik doe het vooral voor jou, Marcel. Gewoon om te laten zien dat ik er voor jou ben. Hoe dan ook, dat ik op de een of andere manier laat zien, ja, gewoon een hart onder de riem steken. En meer hoef ik er niet over te zeggen. Ja, dag Marcel. Ja, wij zijn ook verleid door het aanbod van Yvonne. Joho. ik vind het een zeer goed doel. Ik hoop dat we jou ook een beetje mee helpen, mentaal of net weet ik wel. En ik heb wel de indruk en de hoop dat ik maar 1% van jouw doorzettingsvermogen heb, dat ik het dan wel haal. Doei! En ik ga ook mee, Marcel, maar ik ga meer voor de mentale steun en de massages. En natuurlijk om gezellig met iedereen een borrel te drinken. Hoi, dat doe ik ook. Doei! Nou, wie doet het woord als eerste? Zal ik beginnen? Ja. Ja. Hij zou ineens niet, hij zou weer naar deze beneden. Ja. Het is op feest, hè? Hè? Ja. Ja, duurt. Ja, duurt. Ja, ja. Hey, Marcel. Hoi, Marcel. Ik ook. Nee, hij is al fout. Ja, stop maar. Oh, nee. Ik zou toch beginnen. Take two. Je moet wel niet zo hard houden, want dan zie je hem. Het is gewoon een film hoor. Nee toch? Ja? Ja? Hey Marcel, ik heb eigenlijk heel mijn harem opgetrommeld. Want we hebben een mailtje gekregen van Yvonne. Iets over de Mont Ventoux en lopen of fietsen of rennen. Veel werk allemaal. Daar heb ik eigenlijk niet zo'n zin in. Maar die wel. Wij doen mee. Dus, Maya die gaat meedoen. Maria die gaat meedoen, Yvonne die gaat meedoen. Ik ga supporteren. Heel fanatiek. Ik ga supporteren. En ik ga denk ik ook supporteren. Ik twijfel nog een beetje, want ik vind het allemaal een beetje veel werk, zo wijd mag. Maar, als ik met jouw doorzettingsvermogen mee kan doen, dan wil ik met jou wel eventueel op de tandem omhoog fietsen. Wauw. Dus, als dat vinden wij super. Als jij daar ziet zitten, dan doe ik met jou samen op de tandem omhoog. En ik weet niet of jullie nog iets wilt vertellen, maar ik denk het wel. Nou, wij zijn al, ik ben al hard aan het oefenen. En Marcel, ik ga niet in de gaten dat jij van men zo'n drijfveer zou kunnen zijn. Maar daar ben je. En we gaan ervoor. Nou, en van mij zou je helemaal niet verwacht hebben dat ik ook mee ga doen. Maar ik neem jullie mat mee naar de top. Of mat mij. Denk je wel aan. Dat is leuk. Dat is toch geweldig dat Yvonne allemaal heeft georganiseerd zo, hè? Vind je dat nou niet, Marcel? Ik zou eigenlijk jouw gezicht nou wel eens willen zien. Maar waarschijnlijk kan ik het ook zien, want ik ben erbij als jij die DVD gaat bekijken. Ik ga het fietsen, want ik wil het eigenlijk... ik weet dat jij hebt gefietst meerdere keren. En ik wil eigenlijk een beetje voelen hoe het is om in jouw schoenen te staan. Dus ik wil het ervaren. Ik wil het zadel te staan. Ja. Nou, en ik zal jou in ieder geval in mijn achterhoofd houden als ik omhoog fiets. Dan kom ik zeker aan de top. Dries? Oké, okay, nou ik ga iedereen motiveren, ondersteunen waar ik kan. Vooral deze kanjers allemaal. En ik denk dat we met z'n allen hiermee zal laten zien zijn. Dat we jullie altijd zullen steunen. Doei. Toppie! Doei. Doei! Doei! Hoi Marcel. Gisteren was ik bij Boekel en toen hoorde ik van het grote plan. En ik dacht meteen, ik wil erbij zijn. Ik sluit aan. Ik ken jou als heel betrokken bij ons op school. Bijvoorbeeld bij de sportdag. Hey, en op die dag dan ben ik net zo betrokken. Voor jou, de strijd tegen MS. Ik ben erbij, Marcel. Hoi Marcel. Toen ik het mailtje van Yvonne kreeg, met een geweldig initiatief om de Mont Ventoux voor jou gaan te beklimmen. Jouw berg, zoals we hem dan mogen noemen. Was voor mij de keuze heel makkelijk gemaakt en ik ga ook zeker in juni mijn best doen om daar boven te komen. En proberen met z'n allen zoveel mogelijk sponsorgeld bij elkaar te krijgen om zoveel mogelijk onderzoek te kunnen doen tegen deze verschrikkelijke ziekte, mogen we wel zeggen. Dus tot dan zou ik zeggen.
Hoe vinden jullie het? Wat een liefste verrassing voor papa. Spannend. Ja? En wat vind je spannend? Gewoon hoe dit je reageert? Of? Ja, om het te bekennen. Of je het haalt? Het is wel een beetje moeilijk op deze leeftijd. Maar dat ligt niet aan de leeftijd, hè? Hoezo? Jij zou hem ook best kunnen beklimmen. Hey Marcel, daar ben ik weer. Nou, hopelijk is het een beetje duidelijk geworden waarom ik... De laatste weken veel weg was, veel moest sporten en toch eigenlijk niet heel veel afviel. Ook ik ga mijn schoenen afstoffen en ga die top op. En nou is de vraag aan jou van ons allemaal, ga je mee? Hey, goedjes, doei! Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. It was a beautiful.